Jan Zoutman, gefeliciteerd. Je wordt de nieuwe trainer van Katwijk. Op een schaal van 1 tot 10, hoe content ben je? 11. 11, nou, dat spreekt boekdelen. Ja, ik heb heel veel zin om weer aan de slag te gaan. Katwijk is natuurlijk een fantastische club. Geweldige accommodatie, prima spelersgroep. Randvoorwaarden zijn gewoon goed geregeld. Elftal staat er redelijk voor, ondanks dat ze toch wat mensen gemist hebben in deze competitie. Maar goed, ook dat zal van lieverdelee wel weer beter worden. En ik kijk er met heel veel plezier naar uit. Kun je vertellen hoe het precies in zijn werk gegaan is? Ik hoorde je net in een interview met Omroep West vertellen dat je 2 weken geleden voor het eerst contact had. Hoe is dat precies verlopen? Nou ja, goed, ik ben 2 weken geleden inderdaad door Cees Bruining uitgenodigd voor een gesprek. Toen hebben we eerst in een wat kleiner comité met elkaar gesproken. Cees is natuurlijk geen onbekende voor mij. Wij kennen elkaar al wat langer. En naarmate de gesprekken vorderden en het positief was, zijn we in een wat uitgebreidere groep gaan praten. Ook andere trainers, collega's en spelers, deel van de spelersgroep erbij betrokken. En uiteindelijk hebben we het laatste stapje is dat je de voorwaarden gaat invullen. En daar zijn we allemaal vrij snel uitgekomen. Dus dat is prima en volgens mij ook heel zorgvuldig verlopen. Dus doe je het trappelen van ongeduld om weer aan de slag te gaan? Absoluut. Ja, ik heb dat. Ik ben ruim 30 jaar trainer. Ik heb nu ruim 10 maanden geen club gehad. Dat mis je wel. En zeker bij bepaalde momenten. Begin van het seizoen bijvoorbeeld. Dat is gewoon heel erg wennen. Ondanks dat ik ook voldoende docentenwerk voor de KNVB heb gedaan, ben ik wel heel blij dat ik zometeen weer met een goede selectie bij een goede club aan de slag kan. Wat voor indruk maakt de ploeg op jou vandaag in de remise tegen IJsselmeervogels? Ik heb een wedstrijd gezien met 2 ploegen die het organisatorisch en verdedigend goed voor elkaar hadden. En die aan de andere kant ook aanvallend niet zo heel veel gecreëerd hebben. En dat kan natuurlijk komen vanwege de kracht ook van de tegenstander. Dat geldt dan voor allebei de teams. Dat kan ook komen omdat allebei de ploegen nog wel een paar spelers misten. Dus dan vallen er misschien wat vastigheden en wat automatismes weg. Dat is een momentopname. Ik ga meer beelden van Katwijk bekijken van de laatste weken. Ik heb de wedstrijd tegen Rijnsburgse Boys vorige week op tv gevolgd. Dus ik heb in ieder geval een eerste indruk. En van daaruit gaan we aan de slag. Ik hoorde Cees Bruining net zojuist zeggen in een interview dat jullie gezamenlijk uitgesproken hebben om wel voor de titel weer te gaan. Ja, ik vind dat je met een selectie zoals die van Katwijk en ook gezien de positie waar je nu staat, dat je dat altijd moet doen. Als je regerend kampioen bent, je hebt een goede groep, dan kun je moeilijk zeggen van nou we gaan voor een plek in het linkerrijtje. Dat zou iets te voorzichtig zijn. Dus ik denk dat Katwijk ook kampioenskandidaat is. Maar er zijn natuurlijk nog een aantal andere ploegen die ook kwaliteit hebben en die ook heel graag bovenaan het podium willen staan. De competitie is nog lang, dus er kan nog van alles gebeuren. Maar het is wel duidelijk dat we maar voor 1 plek gaan. Volgens mij vind je dat ook wel lekker. Druk voelen, voor het hoogst haalbare gaan, uitdaging neerleggen. Nou ja, goed, ik ben eigenlijk niet anders gewend. Zeker niet bij de amateurclubs waar ik gespeeld heb. Zowel Argon, IJsselmeervogels als Quick Boys waren allemaal ploegen waarin toch gevraagd wordt om bovenin te draaien. Om zoveel mogelijk wedstrijden te winnen. Ja, en daar hoort ook een bepaald verwachtingspatroon bij. Maar goed, dat is niet erg. Daar moet je als trainer denk ik mee om kunnen gaan. Nu was Jack van den Berg jouw voorganger. De Cees Bruining daar gelaten die als interim trainer fungeerde. Daarvoor Dick Schreuder. Denk twee totaal verschillende types. Klopt dat jij daar een beetje tussenin zit? Of herken je daar helemaal niet in? Qua aanpak, kort op de groet zitten. Dat is een goede vraag. Ik denk, als ik het zelf zo kan inschatten, en dat is altijd moeilijk, want je ziet natuurlijk je collega's niet heel vaak aan het werk. Je komt ze op wedstrijddagen tegen en je hebt gesprekken. Jack is een zeer gewaardeerd collega, wij kennen elkaar al heel lang. Dick ken ik ook vrij goed, heb ik ook nog contact mee. Qua werkwijze denk ik zelf dat ik wat dichter bij Dick zit dan bij Jack. Om bepaalde redenen, visie op voetbal, hoe we willen spelen, hoe we willen trainen. Maar uiteindelijk moet de praktijk dat uitwijzen. En degene die dat het beste kunnen vertellen zijn de spelers. Het is als trainer best lastig om daar zelf iets over te vertellen. Omdat vergelijken voor mij natuurlijk gewoon heel moeilijk is. Tot slot, je zat volgens mij in een luxe positie, want je was ook in beeld bij VVSB. Ik heb VVSB heeft natuurlijk vorige week zondag een hele moeilijke beslissing genomen. Ik heb contact gehad met de mensen van VVSB. Alleen, ik heb ze ook duidelijk gemaakt dat voor mij Katwijk de eerste optie was. Punt 1, omdat ze ook als eerste aan de bel hebben getrokken.
Ja, punt 2, alle voorwaarden bij Katwijk, ja, die zijn aanwezig om succesvol te zijn. VVSB zit natuurlijk in een moeilijk pakket, hè. Daar zou ik ook niet voor weglopen. Maar ja, Katwijk was simpelweg iets eerder en daar ligt een hele mooie uitdaging voor mij. Is het nou lekker om er tussentijds in te stappen of juist niet? Ja goed, dat wordt een nieuwe ervaring. Ik ben wel eens na de winterstop begonnen bij IJsselmeervogels. Nou, dat pakte heel goed uit. Maar het is toch weer even anders dan in een maand waarin de competitie gewoon doorloopt. Dus dat zal, de tijd zal het moeten leren. Maar ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Dus daar zal het zeker niet aan liggen. Ik wens je veel succes. Dankjewel.